In opdracht van Centraal Beheer Zakelijk presenteer ik de serie Gouden Duo's, waarin ik in gesprek ga met ondernemersduo's. Hoe is een samenwerking ontstaan? Wat zijn hun ondernemerslessen en wat is hun gouden formule? In deze aflevering van Gouden Duo's praat ik met Martijn van Tongeren en Tony Loorbach van IMU. Hartelijk welkom, Martijn en Tony. Ik heb eens wat stellingen om mee te beginnen. Om een beetje zeg maar, op te warmen met twee stuks. Ja. Geef ik de eerste aan jou, Tony. Dat is winst of groei? Groei. En bij jou, Martijn, klant of medewerker? Medewerker. Het zijn makkelijke dilemma's dan blijkbaar. Ja. Of het zijn eigenlijk geen dilemma's. Staan er ook van te kijken. Ja, dat is een beetje een teken. Ben ik niet opgevoed. Nee. Toen jij zei twee stellingen, ik, oh shit, dan gaan we. Dit viel mee. En waarom jouw keuze zo makkelijk? Omdat blije medewerkers ook weer zorgen voor blije klanten. En als je alleen maar focus hebt op klanten en je medewerkers vergeet, dan gaat het uiteindelijk in het bedrijf zelf gaat het minder goed worden. Het minder blij worden. Okay. Dus hoe beter de medewerker is en hoe beter de medewerker past bij de visie van je bedrijf en past bij hetgene wat je wil realiseren bij de klant. Want de klant staat voor ons natuurlijk ook super hoog. Maar ja, als de medewerker zich niet gehoord voelt en zich niet gezien voelt, dan kan hij die vibe kan hij ook nooit overbrengen op de klant. Dus hoe blijer onze medewerkers zijn, hoe blijer de klanten ook zijn. En winst is niet belangrijk of groei is belangrijker? Ja, winst is hartstikke belangrijk. Ja. Alleen groei is breder dan winst. Hè? Want groei gaat natuurlijk ook over je persoon en mentaal aspect. En stel dat wij met ons bedrijf qua omzet enorm groeien, maar qua winst niet. Ja, met die omzet kunnen we bijvoorbeeld wel weer ons team uitbreiden. Hè? Of toffe investeringen doen die de business groter maken. En dat valt meer onder groei. Ja, moet je niet te lang doen zonder winst te maken natuurlijk. Nee, maar in principe, kijk, winst is natuurlijk, het is een beetje technisch, maar winst is gewoon wat er overblijft. Ja, dat vind ik een goede omschrijving. Ja, klopt. Ja. En dat is het extra. Ja. Met leven draait natuurlijk niet alleen om alles wat uiteindelijk overblijft en wat extra is. Het gaat eigenlijk om alles wat daarvoor zit. Volgens mij is groei een beetje de garantie op geluk. En zolang je het idee hebt dat je in de groei bent, zakelijk, maar persoonlijk ook. Ja. Dan, als je aan het groeien bent, dan ben je vaak gelukkig. Ben je ergens nou onderweg. Ja. Meestal als je er bent, dan valt geluk vaak een beetje weg. Ja, de reis is interessanter dan de destination. Ja, vaak wel, ja. Precies, ja. Ik wil twee dingen behandelen hier. Om te beginnen gaan we inzoomen op wat IMU precies doet als bedrijf. Maar waar we met name op in willen zoomen is jullie als ondernemersduo. Want jullie runnen het bedrijf, zeg ik het zo goed? Ja, Martijn runt het bedrijf. Grotendeels. Nou, daar gaan we al. We gaan het koninklijke. Nee, want even de pitch. IMU, want het zijn meerdere bedrijven. Hè? Want jullie hebben er, ik zie regelmatig, zie ik weer foto's voorbij komen van, hey, we hebben weer een bedrijf. En dan zitten we weer bij een notaris. En dus er wordt behoorlijk wat opgericht. En zo kun je het bedrijf eens schetsen, Tony? Ja, ik ben het ooit in mijn eentje begonnen. Ja? In 2010, dat is een tijdje geleden. Toen was het nog één bedrijf. Toen was het de Internet Marketing Universiteit. En dat was gewoon heel simpel. Gewoon ik, laptop open, blogjes schrijven, video's maken, trainingen geven over online marketing aan ondernemers. Hè? Ja. Dus hoe kom je bovenaan in Google? Hoe maak je goede websites? Hoe krijg je klanten uit je website? Eigenlijk heel specifiek. En daar gaf ik dan tips over en ik verkocht cursussen en software. En hoe had je die kennis vergaard? Veel zelf leren. Hè? Dus gewoon eigen website bouwen, blog schrijven, hoog in Google komen en dan laten zien hoe ik dat had gedaan. En dan vervolgens dat uitleggen. Ja. Het leven is niet zo moeilijk, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is heel, heel spontaan gegroeid eigenlijk. Ja. En dat is door de jaren heen is dat uitgegroeid. Hè? Met op een gegeven moment team bouwen. En Martijn is er vrij vroeg bijgekomen. Kun je zo waarschijnlijk iets over vertellen. Ja, gaan we zo alleen meer op inzoomen. Want even met 7 mijls lazen van het laptopje openklappen en je eigen tokootje. Waar staat het nu? Even anno 2021. Nou, nu is het een collectie van bedrijven. Dus we hebben bijvoorbeeld 3 softwareproducten ontwikkeld. Dat waren gewoon producten in die BV. Maar die zijn eruit gehaald. Dat zijn losse bedrijven geworden. Zodat wij de ontwikkelaars die software hadden gebouwd bijvoorbeeld ook aandelen in dat specifieke bedrijf konden geven. En daarom zijn het ook zoveel bedrijven. Omdat ze allemaal een beetje onder die paraplu hangen. Ja, ja. Hoeveel zijn het er? Nou, in de kern zijn het er 4. Hè. Dus IMU is het online marketing platform met de kennis. Ja. En daar hangen dan 3 softwarebedrijven onder. Ja. Maar wij participeren ook nog in Traffic Leaders. En dat is dan een dienstverlener. Hè. Dus onze klanten die kunnen leren, kunnen bouwen, maar die kunnen het ook uitbesteden. Dus dat is een soort bureau eigenlijk. Ja, dus een tak ernaast. En wij participeren nog in Salespassie.
En dat is meer een lead-opvolging, telefonische sales. Dus het heeft wel, alle zes de bedrijven hebben wel dezelfde klantengroep, een beetje. Ja. En dezelfde marketingmachine, maar wel gewoon weer een andere focus. En hoeveel mensen hebben we het nu over? Over al die 16 bedrijven? Ja? Alle 16 zitten we al boven de 100 nu. Mm-hmm. En bij de vier waar wij eigenlijk voornamelijk mee bezig zijn, zijn we nu met 33. Oké. Okay. En hoe ben jij in beeld gekomen? In 2012 als klant. Ik was in 2011 volgens mij voor het eerst op een seminar van Tony. En zat er in de zaal, was net 18 toen. En wilde meer leren van online marketing en websites bouwen. En nou, een ene Tony van de IMU, die kon daar wel wat over vertellen. Dus nou, dan zit je daar achter in de zaal een beetje een boekje mee te schrijven. Nou, had een eigen websitesysteem. Oh, dat vind ik wel tof. Maar ja, wat moet ik ermee doen? Geen idee. Dus ging ik proberen een businessconcept te bedenken. Want ik zag wel dat het impact kon maken. En toen een half jaar later of zo, ik was op de voet blijven volgen, kwam ik erachter dat elke trainer die gaf praktisch dezelfde training was met iedere keer een aanbod. Ik dacht, okay, toch een keertje dat aanbod gaan bekijken. Door de mand gevallen. Ja, door de mand gevallen. Ja. Dan de tweede keer van nee, dat heb ik vorige week ook gehoord. En toen uiteindelijk klant geworden van het systeem met een idee wat ik dan kon gaan uitwerken. En daarbij zat een werkweekend. En dat was dan 3 dagen lang. Gingen we dan met 20 andere ondernemers, zaten we in een zaaltje. Konden we daar aan onze website gaan werken. En ik had toen de dag van tevoren eventjes gekeken, nou, hoe werkt het allemaal? Dan kan ik mee aan de slag. En ik had 2 hele specifieke vragen voor Tony. Mm-hmm. Nou, ik ging daar zitten, ging lekker een beetje bouwen aan die website. En een beetje praten met andere ondernemers daar. En daar is het eigenlijk ontstaan. Want ik merkte dat ik vooral heel veel energie kreeg van die andere ondernemers helpen met de vraagstukken die zij hadden. En Tony, die kreeg er absoluut geen energie van. Die kwam op een gegeven moment bij mijn tafel. En ik stelde een vraag en hij gaf het antwoord op die vraag. Dus ik zei, nou, klik, klik, klik. Oké, top, dankjewel. Hij zei, oh, eindelijk iemand die kan computeren. En nu zitten we hier en ben je partner inmiddels? Ja. Want hoe is het een beetje, je hoeft niet alle ins en outs, maar jullie hebben, is het een soort holdingstructuur met BV's eronder en zijn jullie met z'n tweeën? Kun je eens uitleggen hoe het business-wise, hoe jullie als duo opereren? Ja, we hebben in principe gewoon allebei een holding, inderdaad. En vanuit die holding hebben we allebei weer aandelen in IMU. Ja. Dus het is, Martijn is eerst natuurlijk in dienst gekomen en een paar jaar later, ik had nog een compagnon, die zat er voor 20% nog in, maar die was al een tijd passief. Dus toen we die overstap maakten, toen ik hem eruit haalde, was het voor mij logisch om die 20% dan niet naar mij, maar dan die door te verkopen aan Martijn. Waarschijnlijk had hij daar al 10 keer op voorgesproken. Heb jij gevisualiseerd? Ja, dat heb ik wel gevisualiseerd. Ja, op dat moment eigenlijk, voor mij voelde dat toen heel logisch. Ja. Want Martijn had zich eigenlijk wel een positie gebracht waar we het al wel samen deden. En we hebben dat later hebben dat nog een keer verder herverdeeld, zodat we gewoon mooi gelijkwaardig zijn. Ja. Maar dat is de structuur. Hè. Wij hebben allebei een holding, daarmee hebben we aandelen in IMU. En IMU heeft dan weer aandelen in de 3 software BV's. En de software BV's zitten ook weer wat aandelen die dan naar de programmeurs zijn. En die hebben ook weer hun eigen holdings. Dus ja, het is een heel. Het is een hele kerstboom. Ja, precies. Ja, maar het is wel, het is op zich wel heel helder voor ons. Ja. Want hoe lang werken jullie nu samen met z'n tweeën? 7 jaar nu. 7 jaar. Ja. En je zei al, in totaal meer dan 100 mensen. Hoeveel omzet gaat er in totaal zo'n beetje door, zeg maar, het concern heen? Alle 6. Ja. Alle 6 komen we dit jaar denk ik wel op 10 miljoen bij elkaar. Hoe zou je jullie samenwerking beschrijven, Tony? Waar Martijn gewoon heel goed in is hij komt natuurlijk ook vanuit support. Hè? Dus gewoon die supportkant, de organisatie, heel veel ruis wegnemen, zeg maar. Gewoon lekker doorbeuken en eigenlijk alle operationele zaken. Ja. En dat gaf mij de mogelijkheid gewoon al die jaren om iets meer eruit te gaan. We hebben dat toen verdeeld naar een artikel wat ik had gelezen. Dat ging over directeur vandaag, directeur morgen. Als jij nou directeur vandaag bent, dan doe jij alles op de werkvloer. Alles wat er vandaag moet gebeuren, de operatie. En dan ben ik directeur morgen. Dan kan ik bezig met de strategie en met de content, zeg maar, en de marketing. En dat heeft de hele tijd eigenlijk goed gewerkt. En nu zijn we een beetje aan het wisselen af en toe. Dat we merken van, nou, bepaalde dingen die ik had, die kan Martijn eigenlijk beter en vice versa. En omdat we naar een nieuw kantoor zijn en daar allebei weer fulltime zitten, zijn we nu een beetje weer aan het herverdelen. Is het voor jou ook hoe noodzakelijk is het voor jou om met zo'n team, in een duo te werken in plaats van alleen? Ik vraag het omdat jij in het verleden natuurlijk een keer goed, in goed Nederlands op je bek bent gegaan. Hè? Ja. Kunnen we het een burn-out noemen? Ja, dat mag. Ja. Behoorlijke. Ja. Heeft dat met elkaar te maken, zeg maar? Dat je alles alleen deed? Ja, sowieso. Ik vond het sowieso al niet zo leuk om alleen te werken. Hè? Want je kan natuurlijk je tegenslagen met niemand delen. Maar je kan je successen, hè, als het over winst hebben, dat kan je ook niet echt delen. Hè? Dat is natuurlijk al anders.
Ik vond dat sowieso al heel fijn om het niet alleen te hoeven doen. Mm-hmm. En je kan ook niet alle kwaliteiten zelf hebben. Hè. Als ondernemer ben je natuurlijk al... je bent de marketeer, je bent de boekhouder, je bent de keukenhulp. Je bent alles, zeg maar. En dat maakt het altijd een beetje een gek beroep. Dan heb je dat liever dat je dat samen met iemand doet. En het burn-out jaar heeft dat wel versneld. Hè. Toen was jij nog geen partner. En ik had wel een passieve partner, maar ja, die had geen rol daarin. Dus ik stond er toen best wel alleen voor. En toen merkte ik wel, toen ik die burn-out had, dat ik gewoon echt even niet verder kon. Nee, letterlijk niet. Ja, klopt. Er kwam gewoon niks meer uit handen. En toen was het juist wel het type zoals Martijn, of met name dan Martijn in dat geval, die dan wel opstonden. En dat was voor mij ook wel een inzicht van oké, dus ik dacht dat het allemaal van mij moest komen. Maar nu het echt gewoon fysiek niet kan, is er gewoon iemand anders die in het gat springt en die het gewoon oppakt. Ja. En dat heeft mij wel heel veel vertrouwen gegeven. Van, ik kan echt veel meer loslaten dan dat ik dacht. Ja, ja, ja. Ja. Jullie hebben ook veel aandacht voor zeg maar de niet-business kant, noem ik maar even. Een term als headspace zegt ook al heel veel, vind ik. Maar ook jullie zijn veel bezig ook met persoonlijke groei. Je hebt een podcast, Psychologie van... Succes. Ja. Hoe geven jullie dat vorm, zeg maar? Want je bent met best wel veel mensen, je hebt veel klanten. Hoe zien jullie dat, zeg maar, dat softe aspect van zaken doen? Bedoel je dan binnen het team vooral? Ja. Er zijn een aantal dingen die we sowieso stimuleren binnen het team, waaronder gezondheid. We vinden het belangrijk dat mensen fysiek fit zijn, mentaal fit zijn, omdat dat met elkaar verbonden is. Dat hebben we bij onszelf wel erg gemerkt. Dus dat stimuleren we ook op de werkvloer. En jullie trainen ook zelf, hè? We trainen zelf veel en we hebben gemerkt wat dat voor impact maakt. En dat is al jaren onderdeel van allebei onze levensstijl. Dus op een gegeven moment komt Tony in 2016 met het idee van... ik ga het team het hele jaar PT cadeau geven. Eén keer in de week met elkaar. En dat hebben we jarenlang volgehouden eigenlijk tot het coronajaar waarin alles dichtging. Ja. Maar dat zorgt voor een bepaald soort binding. Omdat je dus tijdens werktijd met elkaar gaat sporten. En dus niet met werk bezig bent, maar wel fysiek jezelf stimuleert. En je merkt dat wel de hele week dan zijn impact heeft op hoe mensen eten. En vandaag was er ook dan onze partner van Salespassie was even op kantoor. En die zat te kijken wat iedereen aan het eten was tijdens de lunch. Dus dan wordt hij wel echt een stuk gezonder geluncht dan bij ons. Want bij ons zijn het worstenbroodjes en croissantjes en weet ik veel wat. En die zat daar groenten. En die is een gezonde sandwich aan het eten. En je merkt dat wel doorcijpelt. En ja, wat je eet en gezondheid, dat heeft ook te maken met je energie. Heeft ook te maken met hoe gelukkig je bent. Dus dat vinden we een belangrijk onderdeel. Omdat we dat voor ons eigen leven belangrijk vinden. Mm-hmm. En ook die persoonlijke groei in het team onderling... Hoe mensen in hun vel zitten. Ik denk, ja, privé en werk, dat is anno nu niet meer gescheiden. Dat hoort gewoon bij elkaar. Dat zit met elkaar verbonden. Als je privé kut in je vel zit, dan ga je op kantoor ga je ook geen goede dag hebben. Mm. En als het op kantoor helemaal niet goed gaat, dan heb je het 's avonds thuis heb je ook geen fijn moment. Dus ja, als mensen zich privé slecht voelen, dan kunnen ze ook altijd bij ons terecht. En als ze ergens over willen hebben. En als iemand echt privé heel zwaar zit, dan zeg ik ook, wat heb je nodig? Wil je juist hier zijn, zodat je met mensen in contact kan zijn? Of wil je liever even naar huis en even naar iemand anders toe en even helemaal nergens mee bezig zijn? Dat is helemaal prima. Mm. Ik denk meestal als mensen griep hebben bij ons of een beetje verkouden zijn en ze blijven thuis, en dan gaan ze meestal wel aan het werk. Dat hoeft niet, maar dat willen ze zelf. Ja. Maar... En dat vind ik ergens ook een stuk loos. Want dan heb je ook die headspace, komt hij weer. Die headspace die heb je daar meestal wel voor. Maar je bent meestal net iets minder fit. Maar ja, als jouw relatie voorbij is, of er is iemand in je familie die heel erg ziek is. Ja, dan waarom zouden we dan verplichten om met je hoofd bezig te zijn met werk? Dan is het veel belangrijker om op dat privé te focussen. En dat doen we eigenlijk al jaren. En we krijgen er ook enorm veel dankbaarheid voor terug uit het team. Maar ik denk ook dat het eigenlijk niet meer dan logisch is. Want als je ondernemer bent en het gaat slecht in je privé. Ja, dan laat je meestal ook je werk vallen en doe je alleen nog het broodnodige wat moet gebeuren. Ja. Zijn er hiaten in jullie partnership? Zeg maar, als jullie kijken naar jullie als team, hè, zijn jullie compleet? Goeie vraag. Complementeren wij elkaar? Maak jij mij compleet? We hebben wel een compleet stelletje zo, denk ik. Ja, zo wel. Nou, weet niet. Ik denk dat wij lijken toch nog wel meer op elkaar dan dat we dachten. Ik denk ook wat de kracht is. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel partnerships. Hè. We hebben in softwarebedrijven zijn ook duo's of hè, dat we verschillende persoonlijkheden bij elkaar brengen. En daar is het vaak heel makkelijk splitsen tussen de een de techniek en de ander de marketing. En daar heb je al hele andere persoonlijkheden voor. Ja. Wij zitten natuurlijk allebei in IMU op marketing. En de grote kracht daar is ook dat wij elkaars functie ook 100% over zouden kunnen nemen. Mm-hmm. En daar hebben we ook jarenlang eigenlijk een beetje dat we zo diep met elkaar samen hebben gewerkt, dat we misschien ook wel meer op elkaar zijn gaan lijken. Bijna twee eenheid.
Ja, alleen we hebben daar nu wel geleerd van wat het complementair maakt, is dat we proberen om niet tegelijkertijd met dezelfde functie bezig te zijn. Dus niet dat we allebei alsnog elkaars werk doen, of dat we het de hele dag met elkaar over hebben en alles meekrijgen, want dan komt die adspace weer. Ja. Dus dat we het gewoon kunnen verdelen. En dat we nu ook wel kunnen kijken van oké, als we allebei alles kunnen, dan hoeft het misschien niet meer te verdelen in directeur vandaag, directeur morgen. Maar toch meer gewoon even wat gaan kijken in de kern van de persoonlijkheid. En ik ben natuurlijk begonnen met mijn business en op de podia gaan staan en als marketeer naar buiten. Maar in de kern, ja, klinkt misschien heel raar, maar ik ben eigenlijk iets meer een achter de schermen type. Dat ligt eigenlijk meer in mijn kracht. Ik denk dat ik meer een projectleider ben die aan het bedrijf bouwt, anders dan de marketeer die het bedrijf staat te verkopen. Dat heb ik mezelf aangeleerd. Mm-hmm. En ik vind het ook nog steeds leuk om te doen. Zou het ook jammer vinden om het los te laten. Maar eigenlijk is dat minder mijn kern dan dat bijvoorbeeld bij Martijn is. Mm. En dat beginnen we nu een beetje te voelen. Van hoe zouden we dat het beste kunnen verdelen? Besteden jullie daar ook bewust tijd aan met elkaar? Aan die bijna psychologische zoektocht die ik hier voel? Ja. Niet bewust. Nou, door de podcast misschien. Want dat doe je met een psycholoog? Nou, met podcast, autoritjes. Hè. We zijn een tijdje geleden samen naar een seminar gegaan in de States. Hè. Maar daar ook even een weekje vakantie aangeplakt. Hebben we het ook heel vaak over van, het zijn wel dat soort dingen die we eigenlijk ons vaker zouden moeten gunnen. Want het is niet alleen maar een reisje, zeg maar. Hè. Je gaat natuurlijk even een tijdje heel close met elkaar om. En dan komen dit soort dingen wel sneller ter sprake. Is er sprake van vriendschap? Zeker, ja. En heb je dus ruzie? Nee, dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Zakelijke meningsverschillen? Dat wel, ja. Dat wel. Dat zit vaak wel op detailniveau. Doe eens, noem eens voorbeeld. Headlines. zo gedetailleerd. Ja, dus echt over de strategie en de visie en hoe we het bedrijf willen sturen en de marketingacties die we willen doen. Wil ik soms net ook wel ietsje enthousiaster in zijn dan Tony, maar dan trek ik hem dan wel soms in mee. Ja. Zoals een challenge die dan een paar dagen zou duren en waar ik dan een maand van maak. En dan... Ja, maar ja, kijk, jouw persoonlijkheid, jij bent meer sales. Jij vindt sales ook leuk. Ja. En marketing ook leuk. Ja. Dus jij bent meer, zeg maar, groei door duwen, trekken, zeg maar, energie steken. En ik ben meer een organische groeier, zeg maar. Dus een ander woord is lui. Maar nou ja, ik hou van subtiel en elegant, zeg maar. En iets wat zichzelf doet. Dus ik wil iets de wereld insturen en dat moet dan zichzelf gaan doen. Ik wil een boodschap die zichzelf verplaatst. En als mensen het horen, dat het dan de juiste trigger raakt. Waardoor mensen denken, ik kom in beweging, ik weet niet waarom. En Martijn is meer van, ik zeg gewoon dat je dit moet kopen. Ja, dat is 7 keer. En dan heb ik een hele subtiele, elegante headline geschreven. En dan heeft Martijn zoiets van, dit is super saai. Dit is echt super saai. Die klikt niet. Nee. Dus dat de meningsverschillen dan wat ik dan produceer. Martijn vindt het dan saai en niet pakkend. En ik heb zoiets van, ik heb iets elegant geschreven en... Dat zei ik nou laatst, jij bekliedert het met goedkope commercie. Maar jij lacht er nu om. Ja. Maar het is best wel, dat kan best wel een dingetje worden. We hadden het daar straks toevallig heel concreet over. Ik maak video's op YouTube. Nou ja, het spel op YouTube is natuurlijk ook schreeuwende headlines die eigenlijk met hoofdletters, met vraagtekens, allemaal effectbejag. Ja. Terwijl ik ben ook meer de luierik, zoals jij. En dan maak ik een mooi gesprek met jullie en dan wil ik een headline die klopt bij wat het interview is. Ja. Maar dan weet ik dat mijn headline, zeg maar, het doet 20% en die van jou doet waarschijnlijk 80%. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik dan iets tegen die schreeuwers. Ja, ik voel de frustratie. Ja. Maar hoe ga jij daar dan mee om? Nou, ik vind dat wel lastig. Ja. Ik ben natuurlijk van oudsher in een positie geweest dat ik het laatste woord had. Ja. En misschien zit dat er nog steeds stiekem wel een beetje in. Of dat het de moeite niet waard is om nog tegenin te gaan. Dus ja, ik voor mijn gevoel win ik vaak. Maar, ja, ik kies mijn battles inderdaad. Soms denk ik, waarschijnlijk maakt het toch niet zo heel veel uit. En denk ik, oké, als jij hier blij van wordt, laat maar zitten. Want het is inderdaad soms een hard hoofd waar je dan tegen zit te battelen. Maar als ik 100% van overtuigd ben dat het beter is, dan blijf ik ook wel doorduwen tot ik mijn zinken erin krijg. Mm-hmm. En heel soms, dan gaan we ook in het midden zitten. Dus dan was inderdaad Tony's headline echt extreem saai en mijn inderdaad extreem Amerikaans. En dan komen we in het midden en dan denk ik van oké, hier kunnen we allebei wel akkoord mee zijn en dan doet hij het ook nog eens goed. Ja. Ja. Dus we trekken elkaar en we brengen elkaar op dat gebied in balans. Maar verder op de grote lijnen hebben we eigenlijk nooit discussies of problemen of wat dan ook gehad. Hoe maken jullie plannen voor de toekomst? Hoe maken jullie strategie concreet? Hoe doen wij dat? Ja, meestal weten we het
grote plaatje van oké, we hebben die drie software tools, die hebben allemaal de potentie om internationaal te gaan. Maar nu nog niet. Want we willen eerst zorgen dat de tools nog ietsje beter zijn. We willen dat het team helemaal kloppend is en dat, dat er geen problemen zouden ontstaan als we ineens te snel groeien. Dus eerst die basis goed maken. En omdat we dat weten, ondernemen we voornamelijk stap voor stap. We weten van oké, we kunnen hier echt Europees mee gaan. We kunnen hier wereldwijd mee gaan. Maar we moeten eerst de basis goed hebben staan. Dus kijken we meestal van oké, wat is nu de eerst logische volgende stap om nu te zetten voor het volgende punt van groei. Mm. En voor het volgende punt van impact. En hoe we meer mensen kunnen bereiken. Hoe we meer mensen kunnen helpen. En door dat stap voor stap te doen, zit er ook consistente groei in jaar na jaar. Oké, en dat is eigenlijk de strategie. Ja, maar ik denk dat de grote lijn zeg maar, voor de komende jaren, dat gaat bij ons een beetje op gevoelsbasis. Maar daar hebben we het ook heel veel over, dus dat zit altijd wel op één lijn. Mm. Puur praktisch doen we het nu gewoon met kwartaalmeetings, om het gewoon concreet te maken. Ja. Vijfjarenplannen of zelfs een jaarplan, zeker in onze branche, dat werkt gewoon niet. De markt verandert en we hebben weer nieuwe ideeën en we reageren altijd heel erg op wat de vorige actie heeft gedaan. En we zijn ook altijd een beetje marketing gestuurd geweest. Hè? Dus we keken gewoon naar de marketingagenda. Van welke grote actie willen we doen komend kwartaal? Nou, dat werd dan ingepland. En daar bouwen we dan de rest een beetje omheen. En nu gaat het iets meer landen dat er wat haast uit het bedrijf moet. Hè? Dus dan gaat de marketing wordt iets minder dominant. En dan wordt het meer gewoon organische groei. Ja. Maar nog steeds wel per kwartaal. Dat werkt voor ons eigenlijk gewoon heel fijn. Ja. Helpen jullie jong ondernemend Nederland echt verder? Ik vraag het omdat je ziet natuurlijk het hele, ik noem maar even, de dropshipping gastjes op YouTube voorbij komen. Dan wil ik jullie daar absoluut niet mee vergelijken. Maar jij bent als jonge Labrador, als ik weer filmpjes van jou zie, dan ga ik er bijna in geloven. En zo doet iedereen dat. En dus worden ze klant bij jullie. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen een succesvolle klant wordt. Snap je een beetje wat mijn vraag is? In hoeverre verkoop je dromen? En in hoeverre verkopen jullie echt praktische tips? En help je jonge ondernemers verder? Nou, wij zijn daar eigenlijk wel los van. Ik denk dat toen ik begon, dat ik misschien wel iets meer de droom verkocht. Want toen was ik gewoon in mijn eentje. Ik had mijn laptop, ik verdiende mijn geld. En dat was ook het verhaal wat ik vertelde. En de mailings die ik stuurde naar mijn nieuwsbrieflijst, dat was ook een beetje dagboekstijl. Hè? Van nou, ik ben dit aan het doen. En de kern was wel concreet van nou, ik heb dit gedaan en zo kom ik hoog in Google en je kan hetzelfde doen. Ja. Maar ook wel een beetje het verhaal eromheen van wie ben ik als persoon. Hè? Zodat mensen toch misschien ook wel mijn leven kochten in plaats van de software. Dat is nu minder. Hè? Wij zijn zelf ook wel een beetje die strijd aangegaan omdat we zoveel coaches uit de grond zien komen. Ook een beetje wat jij bedoelt, zeg maar, die de droom verkopen. Ja, van het is easy en binnen een jaartje zit je op Ibiza en kijk mij en de miljoenen vliegen. Ja, klopt. Er niks voor te doen en een 4-hour workweek. En wij zeggen eigenlijk, ja, als je iets wil, je moet een goed product hebben of in ieder geval een goed idee hebben voor een product, goede dienst. En dan moet je hard voor willen werken. Mm-hmm. En wij bieden jou de tools, wij bieden jou de faciliteiten waarmee je dat makkelijker kan doen. Ja. Dus wij verkopen natuurlijk wel van oké, wil je meer conversie op je website? Nou, dan zou je met onze tools moeten werken. Wil je meer omzet genereren? Onze tools. Wil je hoger scoren in Google? Daar kunnen onze tools je bij helpen. Ja. Maar je moet nog steeds zelf de input leveren. Ja. Ja, dus we met alle drie de software tools faciliteren wij. Mm-hmm. Met IMU leren we mensen online marketing, maar moeten ze het ook zelf doen. Met traffic leaders besteden kan je het bij ons uitbesteden. Maar ja, je moet wel een goed concept hebben. Anders dan kunnen wij het niet rendabel voor je maken. Ja. Dus het hard werken, dat stimuleren we ook nog steeds natuurlijk. Het is natuurlijk ook een heel groot verschil. Hè? Als jij een verhaal vertelt van ik kan je leren hoe je met heel weinig uren heel veel geld gaat verdienen, zodat je helemaal vrij bent en dan niemand verantwoording af hoeft te leggen. Ten opzichte van wij kunnen je leren hoe je in je bestaande business bijvoorbeeld 10% meer omzet kan maken met je bestaande product. Dat is natuurlijk een iets andere boodschap. Ja. Dus wij zijn wel meer op die, of ja, meer eigenlijk altijd wel heel erg op die inhoud gaan zitten. Mm-hmm. En denk, jongeren zijn over het algemeen ook niet per se klanten van onze software. Mm-hmm. Want die zijn vaak handig genoeg om dit soort dingen bijvoorbeeld zelf te doen. Hebben vaak ook nog niet de budgetten om dat soort tools aan te schaffen. Dus die zitten heel vaak in onze gratis contentkant, maar verder dan dat niet. Zijn vaak wat meer geroutineerde ondernemers die gewoon aan hun website willen werken. En de juiste tooling en de juiste support en de juiste kennis willen opdoen. Ja. Dus dat ziet er goed uit, de toekomst toch, denk ik. Vandaag ziet er goed uit, morgen ook. Directeur morgen? Morgen is altijd de mooiste dag van de week. Dat is waar je alles naartoe geschoven hebt, waar je vandaag geen zin in had om te gaan doen. Ja.
Ik zou ook een uur met jullie door kunnen praten, maar de tijd zit erop. Mag ik jullie danken voor jullie inzichten en voor dit leuke gesprek. En heel veel succes wensen met wat jullie met IMU nog allemaal gaan doen. Dankjewel. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en voor de podcastluisteraars. Dankjewel voor het luisteren. En op centraalbeheer.nl/ondernemen vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor heel ondernemen Nederland. Dus sowieso voor jou. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en op naar een volgend Gouden Duo. We'll be right back.